Yo mensen, we zijn nu onderweg terug naar Nederland. Ziet er echt cool uit, vind ik dan. Maar hoe heet het? We moeten een beetje zachtjes zijn, want het broertje van Don is aan het slapen. Hij is niet zo oud. Hij is namelijk nul. Ja? Hij is namelijk nul. Hij is nog een stuk bruiner. Het ziet echt raar uit. Kijk naar buiten. Oh ja. Dat komt door die wolken, gek. Oké, ik weet iets kapot grappigs. We gaan naar... Als we stilstaan, moeten we naar... Sowieso gewoon naar mensen gaan zo gaan zwaaien. Heel dom. Ja. Gewoon zo. Of wel gewoon rennen zo. Kijkers, abonneer echt. Want ja. We zijn al best blij met de prestatie. We hebben pas één dag dit kanaal en 2 abonnees. En best wel veel weergave. Maar dat is makkelijk. Hij heeft ook echt een bazen ultimate team. Ja. We hebben die samen gemaakt. Dit is zijn... Hij had eerst 3 niet helemaal goede teams. Dus hebben we alle 3 verkocht. En een kapot goed team van gemaakt. Voor de mensen die willen weten hoe het gaat. Ik weet het een beetje. Althans, ja, een beetje wel. En dat? Het team. Dat weet jij. Oké. In de spits. Een pas DOS team of the season. De andere spits. Marcel in vorm. Center mid. N'Golo Kanté. De CAM, de scam, centraal aanvallende middenvelder staat eigenlijk voor, maar ja, Özil. Op de andere center mid is, hoe heet die vent, Gundogan. Op CVM, Matic, linksachter. Wie hadden we daar nou? Oh ja, Clichy. Met twee center mids zijn... Otamendi en Koscielny, de rechtsachter. Die wist ik net nog. Nou, de rechtsachter weet ik even niet. En de keeper, Tsjech. Ja. Oh ja, wacht. Rechtsachter weet ik wel. Walker. Oh ja. Walker. En we hadden eerst nog een ander team, maar... We hadden eerst toch een ander team, maar dat speelde een beetje kut. Dat was Chris Mannetje in de spits met die zwarte Morata. Die man of the match card. Zo, ik slik bijna mijn kauwgom door. Maar links midden Oranje Asensio. Rechts mid. Hoe heet die vent? André Gomez in vorm. De 2 center mids waren toen. Onze center mids waren toen, Hoe heette ze nou? Rakitic en Kroos. Mijn linksachter was Philippe Luis, onze linksachter. Onze center mids waren Piqué en Varane. We wilden niet heel veel geld aangeven aan Ramos, want die was dus heel goed of zo. Maar hij is ook heel duur. Ja, best wel eigenlijk. Maar ja. We konden hem wel, maar dat wilden we niet. We konden ook kerst tegen Team of Season, maar we hebben gewoon Navas Hero gedaan. Navas Hero kaart. En rechtsachter Carvajal. Oké. In vorm, toch? Nee. Gewoon normaal. Kijk, we zijn nu... Ja, we zijn... Ja. Dit is de eerste dag dat we uploaden. We zijn in Nederland, hè? Ja? Ja. Ik zag net even. Oké, mensen, we zijn net voorbij de grens in Nederland. Hey. Yeah, boy. Ja. We zouden ook wel gaan kunnen lopen, maar dan waren we een
dag bezig. En moesten we over alles heen en zo. En dat, ja, dat lukt niet met mijn vrieren skills. Ja, kijk. We zijn al in Nederland. Ik denk 2 minuten. Hoe lang is het eigenlijk nog rijden? Moet jij checken? Oh. Nou, dat zal ik jullie zo wel zeggen, kijkers. Oh, nog een uur maar. Wat, zo snel? We zouden 1,5 uur moeten en nu is al 1,5 uur voorbij. Oké, mensen. Hoe is het? Ja. We zijn er bijna. Ja, we zijn er bijna. Maar nog een lang niet. Oh. Een rode auto. Spotten. Zo. Okay. Als je een auto ziet, moet je de hele tijd roepen: Bas is on fire. Dat ga ik het gauw echt niet doen. Echt saai spel. Maar oké. Okay. Ik hoop dat jullie dit nog een beetje leuk vonden wat we nu aan het doen zijn. Ja. Dus doe een blauw duimpje omhoog. En abonneer om op de hoogte te blijven van de nieuwe video's. Later! Hallo. We zijn echt bijna, of niet? Over 20 minuten. Over 20 minuten zijn we er. En Zo. Dan kunnen we de top 10 beste grappigste YouTubers afmaken. Want ja. Laat in de reactie achter wie jij de grappigste YouTuber vindt. Vind jij deze leuk? Johnny Walker, RPP. Kijk, dit is pas rap. Shit. Shout out naar mijn boy Rico. Ja! Yeah. Praat nu via je telefoon, check ons bij de appie. Het is ik en jij, en niet met je grappie. Geen gezeur, dus stoppen met je grappie. Geen gezeur. Nou, die was wel grappig, ja. Wacht, deze YouTuber is zo grappig, jongen. Ik zweer het jou. Ja, mensen, we zijn weer thuis. En waar beginnen we mee, Don? FIFA. Oké, klik. Jullie gaan zijn team zien. Echt goed team. Voor de mensen die het willen weten, hij speelt op PlayStation. Maar voor de mensen die het willen weten... Ja, PS4, ik ook. Maar voor de mensen die het willen weten, we gaan niet zeggen hoe hij heet. Toch? Hashtag bloempot. Maar oké. Okay. Nee, oh, ons met die. Ja. Oké, mensen, nu kunnen jullie kijken naar zijn ultimate team. Godverdomme. 12k. Oh, wacht een seconde. Ja. Dit is niet de echte selectie, hoor. Dit is de fake. Deze. Dit is een heel lekker teampie. Echt kapot goed. Veel leenspelers op het bankie. Bassie en Martial doen het samen echt kapot goed. Heel lekker team. Maar we gaan de video afsluiten. Doe vooral een blauw duimpje omhoog om op de hoogte te blijven van de nieuwe video's. Later!